Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En zoals ik altijd zeg, kan je Q-Time op verschillende manieren gebruiken. Ik hoor van om naar muziek te luisteren. En vandaag heb ik iemand die me heel blij maakt als ik op de dansvloer ben. Vandaag zit ik met Chantal Hewitt, of Hewitt, maar meer bekend als Sifu Tego. What made is a little Q-Time. Hi Chantal. Hi Jelena. How are you doing? Gaat goed. Hoe moet ik je noemen? Chantal of Sifu Tego? What is the preference in this conversation? Wat je wil. Nee, we gaan bij Chantal blijven. Dat is goed, prima. Misschien kan je ons even vertellen, want ik ken jou Chantal, het uitgangsleven als Sifu Tego, maar wie ben je eigenlijk? Ik ben Chantal Sifu Tego. Ik ben DJ nu. Dit jaar wordt het mijn 10e jaar. Wat? Ik draai. Mm-hmm. Wat wil je allemaal weten, zeg het maar. Ik wil alles eigenlijk weten. Niet alles, maar toch wel alles. Maar ja. We hebben heel weinig vrolijke DJ's in Suriname. En vooral jouw genre waarin je draait, is nog minder volgens mij. Ja, klopt. Volgens mij ben je de enige die house, of tenminste, wat is jouw genre precies? Ja, ik draai eigenlijk alleen house. Ja. Dat is house, electronic. Mm-hmm. Ja, dat is mijn stijl. Dus ik denk wel dat ik de enige ben. Als er nog meer zijn, dan weet ik het. Come forward! Precies! En dan weet ik het niet vanaf, maar ja. Yes, oké. Je bent Chantal, je bent DJ. Hoe is het allemaal gestart? Je zegt 10 jaar geleden. Ja, het was heel grappig, heel toevallig. Want eigenlijk zat ik in de media. Ik was cameravrouw. Wat? Ik maakte video's, ik editte en zo. En ik was op een feestje in december. En een vriend van mij, die was DJ. Mitch Shalom, heeft je hem kent. Al een tijdje terug. En op een gegeven moment vroeg hij me van, Chantal, ik moet naar het toilet, kan je even overnemen? Dus ik dacht, oké, is goed. Dus hij liep met wat dingetjes hier en ik ging staan. En ik vond dat zo leuk. Dus toen hij terugkwam, wilde ik niet opschuiven. Ik heb echt de hele avond heb ik achter die set gestaan. En mijn vrienden die sprongen ook op van, wat, je hebt echt talent. Je moet DJ worden. Dus ik dacht van, weet je wat, why not? Toen heeft Mitchell me dus elke zondag DJ-les gegeven. En volgens mij was dat in december, januari ongeveer. En laten we zeggen dat ik in juni mijn eerste gig had. Ja, dus, en vanaf dat is het balletje gaan rollen. En toen dacht ik van, laat die camera, let's go for the music. Wauw. Ja. En is er een reden, of tenminste, was het direct house music? Of ben je daar ook gewoon, plotseling heb je een stijl gevonden? Want meestal, of wat ik heb gezien, is het, of je hebt een vaste stijl, of je bent met alle stijlen bezig en dan you find your thing. Nou, het is eigenlijk begonnen met house, want ik ging heel veel naar housefeestjes en zo, dus ik hield eigenlijk echt van house. Dus ik heb ook house leren mixen. Maar op een gegeven moment dan krijg je daar wel, bijvoorbeeld als je opdrachten krijgt, dan krijg je wel verzoeken van, oh, kan je niet een andere stijl proberen? Dus ik heb even geprobeerd om een beetje allround te draaien en dit en dat. Maar ik merk dat het voelde niet echt aan alsof wie ik ben. Dus heb ik toch besloten, nee, ik ga het bij house houden. En de festivals waar ik wil draaien in de toekomst, die zijn ook voornamelijk house. Welke zijn die? Tenminste, ja, Tomorrowland, Ultra, je weet het wel. Ja. Dat is de big dream. Dus ik voel me gewoon lekker erbij. Het is gewoon mijn ding. En ik vind, ik kan liever focussen op één ding en goed in zijn, dan van alles een beetje. Ja. Dus. Ik wilde wat zeggen hoor, maar ik ga het niet zeggen, hij zal meteen zeggen. Okay. Maar ik zou zeggen, doen, definitely doen. Oké, al 10 jaar zit je nu erin, in een house scene in Suriname. Mm-hmm. Zover ik weet is dat best wel een hele kleine community. Hoe draaien wij nou? Het valt mee, dus het gaat met golven, kan je zeggen. Op een gegeven moment, soms zijn er echt heel veel feesten en dan draai ik 4, 5 keer in de maand. En nu is het ongeveer elk weekend wel een gig of zo. Wat ik ook soms doe, is dat ik een beetje in die house heb je ook een beetje die loungy vibes. Dus dan kan ik ook op bedrijfsparties als een beetje onder motor zetten, doe ik dat ook wel eens. Oké, het is bijna kerst, mensen, bedrijven, als jullie zien hier, is de DJ hier zo. Maar ik prefereer toch wel echt om los te gaan. Ja. Weet je, dat vind ik echt het leukst. Ik ook. Vooral grote stages. Ik ook. Ja. You know, als je nu al 10 jaar in het veld zit, als je nu zou moeten denken, wat is het leukste feestje waar je ooit hebt gedraaid? Wat voor mij echt de highlight was nog steeds, is Pakma Festival. Dat was echt, ze zeiden me dat het ongeveer bijna 10.000 mensen waren die dag. En ik had echt primetime gedraaid. En dat was echt, een leuke ervaring. Het grappige was ook nog dat door de poeder deed mijn headphone het niet.
En ondanks dat is het gewoon gefloten en het was echt de shit. Sorry, ik niet schelde hier. Nee, we gaan gewoon door. Oké. It's cute time, baby. It's okay. Maar je zegt je headphones zijn uitgevallen. Like, tijdens het draaien, nu hebben we iets wat het leukste feestje is, maar wat is het ergste wat je ooit is overkomen tijdens het draaien, waar je echt zo snel moest schakelen to not mess up the set? Ik zit even te denken. Ja, gewoon dat je monitor uitvalt, dus dat je niet kan horen wat je speelt. Maar je probeert altijd een beetje methodes te vinden om het toch op te lossen. Maar ik heb nooit echt... Ja, misschien dat je als op een feestje bent en de mensen vragen, ze hadden eigenlijk misschien reggaeton verwacht en dan sta ik daar. Dat is soms een beetje tricky, dus dat is wel eens voorgekomen. Maar ik zorg ervoor dat dat niet gebeurt. Ik vraag van tevoren wel even van, wat voor feest is het? Weet je wel hoe ik draai? Dan hebben we geen misverstanden. Belangrijk. Ja. Je hebt je stijl, maar er zijn natuurlijk ook een paar andere host DJ's hier en zo. Ja. Als iemand je nu zou vragen, want ik ga je vragen, wat maakt jou anders dan andere DJ's in jouw genre? Wat mij anders maakt is dat als je... ik maak ook mega muziek. Dus als je naar mijn sets toe komt, is minimaal de helft wat ik draai, heb ik zelf gemaakt. Dus dan kan je dat ook niet bij een andere DJ horen. Dus wat dat betreft is dat mij uniek. Dus ik ben echt 100% Sivo Tego. Maakt dat je ook een producer? Ja. Dat moet je dat ook zeggen, hè? Ja, sorry. DJ en producer. Zie je? Ja. Then we know. Mm-hmm. Je zegt, je doet ook, je kan ook lounge muziek draaien. Mm-hmm. Je hebt grote stages. Maar heb je nog meer gedaan? Of is er nog in de toekomst nog meer dat je wilt doen dan los van op de grootste stages in de wereld je muziek te horen brengen? Nou, dit jaar toevallig, want dat is wel grappig, was ik gevraagd voor een theaterstuk. Een productie. En in het begin moest ik dan draaien, maar ik had ook een rol erin. En ze vonden me best wel goed acteren. En ik vond het eigenlijk ook wel een beetje leuk. Dus dat is iets wat ik misschien als ik mijn doel heb bereikt in DJ'en, dat ik daarvoor wil gaan acteren. Dat vind ik wel grappig. En wat zei je verder? Wat ik wil? Ja, wat je nog meer zou willen doen. Want je last van op draaien op de grootste stages in de wereld. Produceren is, kijk, omdat ik op de grote stages wil staan, ben ik gaan leren produceren. Dus, en ik ontdek dat ik dat ook heel erg leuk vind. Dus what about een album produceren voor een van de topartiest? Dat zou ook wel echt nice zijn. En dat allemaal in Suriname. Als ik me niet vergis, jaren geleden heb je ook meegedaan met een of andere wedstrijd. Was je naam ook, was je naam ook op een lijst of something? Kwam ook voor? Ja, dat was een DJ competition. Kon je in Las Vegas kon je winnen. Dat heb ik de pre-finale gehad. Dus, close enough. Maar het is lang geleden. We gaan door. Dus je bent al een tijdje bezig. Ja. Oké. Het feestseizoen komt eraan in Suriname. Mm-hmm. Want je hebt, als we goed luisteren, wil je de wereld over meesteren. Ja. Maar voor Suriname betreft en de scene hier. So wat zou je hier nog allemaal willen doen? Of heb je hier ook al je plafond bereikt, denk je? Nee, ik heb wel heel veel gedaan wat ik zou willen doen. Wat me nog leuk lijkt is om oudjaar in het centrum. Dat staat nog op mijn bucketlist. Ja, die. Nee. Spannend hoor. Je zegt, stel, wat is het weer? Stel Tomorrowland belt morgen dat je in maart mag gaan draaien in Frankrijk. En die van Miami, Ultra belt dat je ook in Miami mag draaien. Ja. Wat gebeurt er dan? Want heb je dat ook al bereikt? Dan gaan we daarna acteren. Het kan heel snel gaan, hè? Zo snel als je wil. Dat is waar. Gewoon even ook nog de hele wereld overreizen. Dus echt overal wil ik nog draaien. Dat vind ik ook echt een ervaring. Want het leuke is, maakt niet uit waar je bent. Er is weer een andere sfeer en een andere vibe. En het is leuk om daarop in te spelen. Dus, want ik heb al een beetje het buitenland mogen proeven. Ik ben in Guyana geweest. Ik heb een beetje in Amerika gedraaid. En dat vind ik echt heel leuk om met mensen te ontmoeten en gewoon te zien hoe ze op dingen reageren. Ook om te zien hoe ze op Surinaamse liedjes reageren. Dus ze kunnen zelf, ze zingen mee, maar ze kunnen niet eens verstaan. Het is echt leuk. Dat is echt goed. En waar kunnen we je muziek horen als we niet naar je feestjes? Want misschien zijn we niet uit, zijn het privé feestjes waar je draait, dus daar kunnen we je muziek niet horen. Zo. Ik maak een DJ-mix op YouTube, op mijn channel Sivo Tego. Het heet The World of Sivo Tego. Mm-hmm. En het komt meestal op zaterdag, post ik het. Elke week? De bedoeling is elke week, maar zeg maar één of twee keer in de maand. Mm-hmm.
En daar kan je ook echt mijn muziek horen en ook mijn eigen producties. Ook heel veel muziek wat ik nog niet heb uitgebracht. Dus echt exclusieve tracks. Ja. Nice, ja. Very nice to do. Stel iemand kijkt thuis en denkt van, oh my god, ik wil ook echt een DJ worden. Of een meisje kijkt of een dame kijkt van, ik wilde altijd, you know, whatever, hoe DJ werkt. Ja. Wat zou je tegen hun zeggen? Gewoon beginnen. Begin je favoriete muziek te downloaden. Kijk hoe je een programmaatje kan kijken of je kan matchen. De beat. Zoek op YouTube tutorials. Gewoon beginnen. That's it. En dan gaat het de rest vanzelf. En als je tips wil, mag je ook altijd mee een berichtje sturen. In die richting ging, hè? Ja, in die richting ging, hè? Ja, dat wel. Maar je moet wel eerst even laten zien van dat je echt wil. Dat. Alright, jullie hebben het gehoord. Dus als jij denkt dat je het wilt doen, eerst beginnen en dan kan je altijd vragen naar tips or anything else. Yes. Well, ik vond het heel bijzonder om je hier vandaag te hebben. Ik zie je zo vaak draaien. Because I really like house music. And I feel like you bring the vibe. And then with everything you do, altijd a positive vibe bringing to the room and the place. Dus ik zou zeggen, ga zo door. Dank je. En ik kan niet wachten. Ik hoop het volgend jaar. Volgend jaar wil ik je ook op het grote podium zien. Zeker. En, spreek me dat af. Kom je? Ja. Zeker. En de positive energy. Mm-hmm. En gewoon, we hebben net misschien 10 minuutjes gesproken. Je hebt voor jezelf al uitgemaakt. Dit zijn de eigenlijk niet eens long term, short term goals. Mm-hmm. En daarna ga je verder. En dat is een positive attitude to have. Yeah. And most people really achieve those goals very fast. So keep that energy, girl. Dank je wel. En jullie thuis, bedankt voor het kijken. Vandaag was Chantal Hewitt bij ons in de studio, meer bekend als Sifu Tego. Ze is een producer en DJ en haar genre waarin ze draait is house music. If you like it, look her up. Ze heeft haar eigen YouTube channel en als het goed is, post ze elke of 2 keer in de maand, post ze haar eigen muziek. En als je daar op feestjes ziet, ga gewoon even luisteren en geniet van haar muziek. Keep following her, because she's going to big stages. En bedankt voor het kijken. And remember, your time plus my time is cute time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.